Blijf hem voorlopig maar zogenaamd bezoeken in dat ziekenhuis. Liefst iedere dag. Wat ben je van plan? Ik wil hem uit het zicht houden. Hij moet zijn handen vrij hebben. Om? Een actie. Hoe lang gaat het duren? Ik denk een dag of 10. Kan ik nog wel naar hem toe? Beter van niet. En Thijsje? Daar vinden we een oplossing voor. En wat kan ik voor u doen? Ik heb een paar vragen. Zegt de naam Jane Grey u iets? Jane Grey? Nee. Ze gebruikt ook wel de naam Helen Baxter. Waarom vraagt u mij dat? Ze was betrokken bij een schietpartij. Ik begrijp het verband niet. Ze werkt in opdracht van Jeremy Cornwell. Waarom komt u dan bij mij? Het bespaart me een trip naar Guernsey. Een schietpartij? Onze collega Amati raakte daarbij zwaar gewond. De kogel kwam uit het wapen waarmee Viti werd vermoord. Amati ligt in een coma. Dat spijt me enorm. Mijn oprecht medeleven. Cornwell is een uiterst integer bankier. Hij zal zich met zoiets nooit inlaten. En de naam Jane Grey of Helen Baxter zegt mij godzijdank helemaal niets. Als u hem ziet, zegt u dan maar dat ze zelf bij die schietpartij om het leven is gekomen. Ik denk dat u zich ernstig vergist, meneer Talsma. Als dat zo is, dan alvast mijn excuses. Ja. Ik zal de boodschap overbrengen. Hij weet nu dat we op de hoogte zijn. Ik zal hier rekening mee moeten houden. En nu? Ik wil dat Koops permanent geschaduwd wordt. Oké. Je hoeft niet uit het zicht te blijven. Zet hem maar flink onder druk. Het is in orde, dank u wel. Beetje blij met je vakantie? Wat je vakantie noemt. Eigenlijk kan ik je nog niet missen. Ik mezelf ook niet. Waarom praten we zo zacht? Omdat je geperforeerd bent. Officieel ben je nog in coma. Ik heb wel een verrassing voor je. Je krijgt bezoek. Jongen. Talsma kent de naam Jane Grey. Ja, en? Hij denkt dat er een connectie is met Cornwall. Je hebt toch alles ontkend? Uiteraard. Hij gaat het vast natrekken bij Scotland Yard. Heb je al een oplossing? Zover komt het niet. Cornwall wordt afgeschermd.
hoe. Wat weet die talsman nog meer? Niets, voorlopig. We houden de voorsprong. We moeten er wel rekening mee houden dat er meer actie komt van die unit. We zijn toch op alles voorbereid? Ik vrees dat het anders zal lopen. Het gaat zoals ik het heb gepland. Ze zullen de kliniek natrekken. Waar maak jij je zorgen om? Jij houdt geen rekening met het onverwachte. Daar heb ik jou voor. Ja, ja. Goedemorgen, u spreekt met Talsma. Ik heb gesproken met de zekere mevrouw Smit. Dan wacht ik. Mevrouw Smit, met Talsma. Ik had informatie gevraagd over Vita Nova. Helemaal niets. Dat weet u zeker. Jammer, maar toch bedankt. Mensen, mag ik even iemand voorstellen? De heer Govers. Hij is een deskundige in onze branche. Een oud politieman. Melma is onze boekhouder. Het financiële geweten van ons bedrijf. We hebben elkaar al ontmoet. En een enorme grappenmaker. Nou, ik hoop op een heel prettige samenwerking. Ik laat je even de andere afdelingen zien. Graag. Talsma. Meneer Den Dolder. Hoe is het nou met die Roberto Amati? Vanwaar die interesse? Ik leef erg met u mee. Mevrouw Rieding weg, de heer Govers weg, de heer Bressler, God hebben zijn ziel. En nou ook de heer Amati in een slechte conditie. Maar de geest is scherp. Natuurlijk. Als het maar in verhouding blijft tot het gestelde doel. Niet waar? Wat kunnen een paar mensen nou nog voor elkaar krijgen? Meer dan genoeg. Courage. Privéterrein voor het publiek verboden. Sorry? Hebt u het bord niet gezien? Wat is hier nu gekomen? Vroeger was het een bank. Ik moet u verzoeken het terrein onmiddellijk te verlaten. Ik vind het verder zelf wel, dank u. Ja. Hey, Ruud. Kunnen we doorgaan of worden we gedumpt?
We zijn er hard aan bezig. Wanneer komt mevrouw Sterk terug? Maandag. Hoe is het met Amati? Alles onder controle. Wanneer kan ik naar hem toe? Hij mag voorlopig geen bezoek ontvangen. Hoe lang ga je daarmee door, Ruud, met die maskerade? Ik denk een dag of 10. Weet Moldijk ervan? We hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. En nu? Ik wil Alexandra laten infiltreren in die privékliniek. Vitanova. Een undercover? Is dat niet veel te veel risico? Amati traint haar. Terwijl die in coma ligt. Hoe lang moet die undercover gaan duren? Hangt van het resultaat af. Wacht er nog maar even mee. We moeten eerst onze handen vrij hebben. Daar kunnen we niet op wachten. Moldijk en ik moeten eerst officieel controle hebben over de unit. En daarbij moeten we om Sterk heen. Ik laat het je wel weten. U werd gevolgd door een jonge vrouw. Dat is me al bekend, dankjewel. Van Dam, wat vond Lakenman ervan? Die ziet geen bezwaren. Wordt het uitlandig? Alleen als er een scheiding komt tussen vracht- en passagiersvlucht. Volgens een vernieuwd mobiliteitsconcept. Maar ik mag aannemen dat je dat ook bestudeerd hebt. Dan zul je de politiek voor moeten zijn. Alle voorschotten zijn gedaan. We zijn op de goede weg. Ik mag het je helpen hopen. Dit is lange termijn denken, Jacques. Het gaat ons om een hoog ICT-gehalte. Volgens een volslagen nieuw economiemodel. Maar dat had jij toch al lang begrepen? En hoe wou je dat dan financieren voor die lange termijn? Er is genoeg venture capital in de wereld. Harry, hi. Hoe is het, mijn jongen? Nog niets van het yard gehoord. Waarom niet? Ik heb het op 2 adressen ingevoerd. Blijven drammen. Hoe? Cohen wil onder druk zetten. Hij moet zo snel mogelijk worden verhoord. Hij weet dat Jane Grey dood is. Hij heeft vast zijn plan al getrokken. Alle kanalen gebruiken. Welke? Daarvoor ben jij hier. Hi. Kom mee. Dag. Nou, mop, daar zijn we weer. Hè? Daar zijn we weer. Repeteer. Zo. Wat is er, schat? Wat is er? Wat is er, liefde? Vind je niet leuk? Hey. Is het nou wel goed dat we om erheen gaan? Ik heb er wat meningen gepolst, maar ze heeft nog erg weinig kunnen opbouwen. Ja, maar wat als ze erachter komt? Ze zit toch in Japan? Ja, het is een clevere tante. Maar niet erg populair. Ons eerste bezoek is aan Frederik Doornbos van Bizar. Directeur-generaal? Ja. Dat is hoog. En daarna hebben we ook nog wat oriënterende gesprekjes met collega-PG's van Sterk. Met verzoek om advies. Houden die elkaar dan de hand niet boven het hoofd? Wie weet, het is proberen waard. Hoe ben jij gevaren op binnenlandse zaken? Nou, het levert niet veel op. Karelsen zou zijn best doen, maar dat zegt ook niet veel. Wij spelen dat netjes en verantwoord. Zoals van ons verwacht mag worden. En die 5 miljoen is gelinkt naar Cornwall. En toen wie via Leenman zijn venhuis naar Medigen en Koops. Ik zie de minister aanstaande donderdag. Er is meer haast bij. Maar dit is toch genoeg om met de unit door te gaan? Ik begrijp dat jullie het als een halszaak beschouwen, maar een PG passeren, dat is niet zo eenvoudig. Karels op Binnenlandse Zaken ondersteunt ons verzoek. Met een termijn? 2 weken. Kijk, mevrouw Sterk kent die gegevens niet, maar anders was ze absoluut tot dezelfde conclusie gekomen.
Waarom hebben jullie er niet gefaxt? Deze informatie is te gevoelig. Er moet over veel te veel schrijven. Nou, geef de minister door dat jij de leiding van de unit zo lang krijgt. Totdat Sterk terug is. Ik ben beperkt in mijn mogelijkheden. We moeten echt snel ingrijpen voordat Koopse consorten gevlogen zijn. Als ze onraad ruiken, staan we opnieuw met lege handen. Discreet? Uiteraard. Ik steek je wel mijn nek mee uit. Maak je geen zorgen. We knokken echt voor een goede zaak. Er is niets veranderd. Ze komt hem iedere dag opzoeken met de kleine, af en toe met een bloemetje. Volgens een verpleger ligt hij nog in coma en ze verwachten dat even dat hij elk moment uit zijn coma kan ontwaken. Zover is het dus nog niet. En de afdeling? Wordt zwaar bewaakt. Kennelijk bang voor een aanslag. Heb je ook al met een arts gesproken? Die verwees me naar de afdeling voorlichting. Waarom geven ze de pers zulke informatie? Misschien gaat het niet goed met hem. Zolang je geen zekerheid hebt, kan het van alles zijn. Is die auto er al weggehaald? Er lagen nog wat spullen van Jolande in het dashboardkastje. Maar hij is inmiddels terug bij de leasemaatschappij. Ik hoorde dat u bij het graf was. Het spijt me dat ik u weer moet lastigvallen, maar ik wou toch nog een paar vragen stellen. Nou, vooruit dan maar. Wat was Karin vroeger voor een meisje? Oh, lief. Gesloten. Gesloten? Ja, ze uitte zich moeilijk. En de verhouding met haar stiefvader? Wat is dat toch een rot woord, hè? Uw huidige man. Stroef. Konden ze niet goed met elkaar opschieten? Nou, er waren soms wel problemen. Karel was vaak geïrriteerd. Maar hij deed wel zijn best. Ik nam het haar kwalijk dat ze niet van hem hield. Dat kun je niet afdwingen. Ze had namelijk een levendige fantasie. Ze zag overal spoken. Dat moet een verdrietige tijd geweest zijn toen haar vader overleed. Ja, maar ik begrijp het niet goed. Dit heeft toch niets met uw collega te maken? De dood van Harry Bressler was geen zelfmoord. Hij is met een auto ergens naartoe gebracht. Het moest een ongeluk lijken. Ja, ik snap ook wel dat u dat onderzoekt, maar waarom komt u dan steeds bij mij? Karin en Harry hebben elkaar vlak daarvoor nog gesproken. Maar u bedoelt toch niet dat... Dat Karin... Ik vroeg u de vorige keer of u Christine Langeraar kent. U zei toen nee. Maar misschien herkent u haar gezicht? Nee. Ze is de nieuwe wethouder. Ze kent BMN en de heren Van Dam en Hildebrand goed. Ik neem aan dat u uw man ook kent. We hebben nog nooit klachten gehad over die kliniek. Gaat allemaal volgens het boekje. Dat verhaal heb ik ook gehoord, ja. Die lui die verdienen hier meer dan in een gewoon ziekenhuis. Het lijkt wel een trend. Als je het kan betalen. Kees, hoofdinspecteur Talsma uit de Randstad. Hallo. Over Vitanova. Daar heb ik een vermissing over opgenomen. 2 weken geleden, mevrouw Heemskerk. Was vermist, hebben we later weer teruggevonden, vermoord. Vermoedelijk slachtoffer van een zedenmisdrijf. Nee, er was meer aan de hand. Haar zoon heeft hier nog aangifte gedaan.
Bij die privékliniek verklaarde daar niets mee te maken te hebben. Ik heb die directeur nog gesproken en die zei dat ze nogal labiel was. Heemskerk. Zal ik het adres geven? Hij zei dat er niets voor klopte. Iets met een rekening of zo. Dat is het enige. Heren, bedankt. Ik zoek de heer Heemskerk. Dat ben ik. Mijn naam is Tals. Heb ik er al niet genoeg beantwoord? Als u er geen bezwaar tegen heeft. Nee. U weet nog steeds niet precies wat er met uw moeder is gebeurd? Daar zijn we nooit meer achter gekomen. Dankzij die dokter Koning. Koning? Renegaat eerste klas en een zakkenvuller. Waarom denkt u dat die dokter Koning meer weet? Omdat hij doet alsof zijn neus bloedt. We vragen ons af waar ze in die privékliniek mee bezig zijn. Kosher is het in ieder geval niet. U heeft ook geen enkel idee? U heeft uw moeder ook niet meer gesproken, vlak voordat ze verdween? Nee. Dat was het. Dank u wel. Wilt u mij op de hoogte houden van het onderzoek? Dat doen we. Loopt u maar even mee. Hierin staan alle gegevens. Op naam? Ja, en op functie. Alles eigenlijk. Geboren 23 mei 1957 te Schermerhoorn, Noord-Holland. Christine Keers, getrouwd met Leendert Langeraar. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 gekozen als fractielid van de VVD. Ja, maar dit is nog niet bijgewerkt. 2 weken geleden werd ze wethouder ruimtelijke ordening en milieu. Als opvolger van de heer Fransen? Ja, die is overleden. Acute hartstilstand. Het openbaar hadden ze vaak ruzie, maar privé konden ze het heel goed met elkaar vinden. Zoals zo vaak. 2 belangen. Ingewikkeld? Ik dacht eigenlijk dat hij aan zijn verwondingen was bezweken. Gisteren was het weer donderen. Ze is zo wispelturig. Tijdens de raadsvergadering werd weer om uitstel gevraagd. Eerst was ze voor en toen weer tegen. Haar stemgedrag levert om de havenklap ruzie op binnen de fractie. En zijn er verslagen van? Ja, maar in een andere file. Wacht even. Weet je ook of ze in deze gemeente een huis heeft, een stuk grond? Ja, dat staat hieronder. En haar man en zij zitten in dezelfde fractie? Ja, klopt. Ik wil die andere file wel even zien. En ze staat hier bekend als heel deskundig en ze is enorm populair. Echt een politiek beest. Altijd op de voorgrond. Nou, dat verbaast me niks. Nou, kijk. Hier, in dit stuk grond gaat het. En waarom stemde die fractie nou ineens unaniem voor verkoop? Het is inmiddels al verkocht. Langeraar was al die tijd al voorstander van de verkoop. Dankzij haar is het er nu ook door. Slim om zo subtiel te spelen. In die verslagen staat dat ze hele kritische vragen stelde. Maar aan Frans? Ze heeft zichzelf laten voorlichten door een onafhankelijk adviesbureau. Dat is voor de vorm. Allemaal voorgekookt. Past precies in het politieke spelletje. Een projectontwikkelingsmaatschappij die dit gekocht heeft heet BMN van Van Dam en Hildebrand. Dezelfde die het bedrijf van Thomas Lang had overgenomen. Ja. Ze hebben dit perceel gekocht om er industrie op te vestigen, maar uit het laatste onderzoek blijkt dat de grond enorm is vervuild. Dat is een raadsel, want er heeft hier alleen maar akkerbouwplaat gevonden. Ik plan een undercover operatie in die privékliniek. Voel jij er wat voor? Ik? Ja, je bent hier nu klaar. Ja? Of zie je er tegenop? Het hoeft niet. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb zoiets nog nooit gedaan. Het is een mooie kans voor je. Als wat? Als patiënt. En wat heb ik dan?
Dat maakt niet uit. Ja, maar mij wel. Een totale check-up. Het is alleen maar een manier om je daar binnen te krijgen. Om te zien wat er allemaal gebeurt. Amati zal je prima begeleiden. Ik wil het wel proberen. Goed, uitstekend. Leg jij dit even aan Amati uit? Yes. Voor de gek gehouden. De kogel is er al uit, zuster. Je hebt ontzettend geluk gehad, jij, hè? Kijk, nieuw paspoort, nieuw rijbewijs. Alles zit erbij. Komt de kapsel langs om je haar te doen. Je wordt lekker blond. Ik kan niet wachten. Nou, ben ik voorlopig van je verlost. En jij van mij? Je weet wel beter, hè? Je contact? Voorlopig niet. Voor hoe lang? Onbepaalde tijd. Ik zal jullie missen. Daar krijg jij het veel te druk voor. Oh ja. Als jij klaar bent, dan moet je dit verpleeghuis verlaten via de dienstuitgang. Dat is het eerste waar ze op letten. In een limousine. Hé, ja. Een begrafenislimousine. Oh. Bill Gates, Hackers Incorporated. Adrienne. Nee, sorry. Nee. Kinky, ja. Goed. Hoe gaat het met jou? Fijn om te horen. Die is boven, geloof ik. Ja, ik zal er even roepen. Josien! Telefoon voor je, je moeder! Jo! Ze komt eraan, geloof ik. Ja. Hey, mam. Nee, ik lag nog niet op bed. Goed. En met jou? En Rutger? Ja, dat dacht ik wel. Ja, tuurlijk. Nou, heel gezellig. Ah, Bert. Meneer Mellema. Moest u weer overwerken? Ja. Onze nieuwe operation manager moet zich grondig kunnen inwerken. Dus ja, ben ik weer de klos. Anders was ik al lang thuis geweest. Nou, ik zou zeggen een hele goede avond. Goedenavond. Dit is privé. Ik ben zo weg. Nou, ga dan. Zonder jou is het hier niet gezellig. Nou, als je dat maar weet. En ik vind je echt fijn gezelschap. Waarom? Omdat het zo is. Waarom ben je zo defensief? Ja, waarom zeg je dat dan? Omdat ik het meen voor de verandering. Nou, laat het dan eens maar zien. Wat zei je moeder? Dat ik jou de groeten moest doen. Ja. En dat het onderzoek was opgelost dankzij jou. Tuurlijk. Ik ben al weg. Ja, ik weet het. Ik
kan er gewoon niet zo goed tegen. De ene keer word ik op afstand gehouden, dan weer niet, dan weer wel. Ik word er gek van. Ja, het is omdat je er officieel niks te maken mee mag hebben. En stel dat Bilderdijk of Den Dolder erachter komen, dan wordt het één grote zeepert. Dan hou je maar een beetje op de achtergrond. Nou, dat ben ik toch al. Blijf in godsnaam wel in de buurt. Oké, als jij het zegt. Dat zeg ik. Oké. Heb je gsm gebruikt? Meteen geheugen wisselen. En aantekeningen altijd in code. Dit is een extra chipje om gesprekken af te luisteren. Wie werken er en wanneer? Besprekingen, alles. En wil je mij bellen? Twee keer over laten gaan, dan opnieuw bellen. Oké, begrepen. Okay. Check, wie ben je? Waar kom je vandaan en wat kom je doen? Debbie Heerenveen, Amsterdam, Admiraal de Ruitweg 277. Ik kom voor een check-up. Okay. Wie is dit? Irina Breitner. Is je postcode? 1055 L. V. Dat duurt te lang. Ben je getrouwd? Wat is de naam van je schoonmoeder en waar woont ze? Gescheiden, Purmerend en de voornaam van mijn schoonmoeder. Nee, weet ik niet. Louise. Ziektekostenverzekering? De Utrechtse, vrijwillig. Wie is dit? Koops. En dit? Ken ik niet. Precies, een onbekende. En dit? Dokter Koning. Weet je dat zeker? Ja. Oké. Je ouders? Vader woont hier. Moeder is in Suriname overleden. Wat voor een check-up? In verband met een erfelijke aanleg voor kanker. Wat voor kanker? Darm. Wie had die ziekte en wat is je telefoonnummer? Mijn vader en grootmoeder van vaders kant. 686-7705. Wie is je huisarts? Drijsen, Willem de Zwijgenaan 20. En wie zijn je zusters en je broers en je zuster van je vader? Gerald, Ray, Tony en Shirley? Tante Jules. Dit is levensgevaarlijk. Je hebt geen zusters. Oh, shit. Sorry. Oké. Nog een keer. Ja, wacht even. Goedemiddag.
Waarom ben je net weggereden? Je moet toch met me praten? Nou? Er is mis? Ik kan niks zeggen. Was je bang? Nee, nee, dat niet. Zou toch kunnen? Ik kan nog niks zeggen. Cornwell is dood. Ik krijg een informatiemiddel van Scotland Yard. Verdomme. De Engelsen hebben alles geblokkeerd. De bank, privé, alles. Hem moesten we hebben. De grote man, het brein. Nu grip je ons tussen de vingers door. We moeten iets forceren. Ik probeer het via een paar vriendjes. Cornwall is dood. Shit. Tragisch. Het was een goede vriend. En hoe ben jij gevaren? Niets. Alleen een man die stond te vissen. Het zag er niet verdacht uit. Nee. Zeker? Ja, dat is hem niet. Govers merkte dat ik hem gevolgd was. Dat moet iemand anders binnen Sacred Word zijn. Binnen Sacred Word? Dat denk ik wel. Ja, het is goed, je kunt gaan. Oké. Okay. Mellema. Mellema? Ja. Denk jij dat Govers dubbelspel speelt? We kunnen hem eens onder druk zetten. Dat is geen probleem. Nee, toch maar niet. Volgens mijn vrouw zijn die vriendjes van Govers nog volop bezig met het onderzoek. Laat Twan Mellema in de gaten houden. Uitstekend. En, hebben jullie me gemist? Natuurlijk. Zo. Ik hoop dat je het mooi vindt. Wat is het? Kijk maar. Samurai. Wel passend, vind je niet? Met wabi en sabi. Werkelijk schitterend. Met wat en wat? Met de melancholieke schoonheid en de elegante eenvoud van de oude tradities. Ik heb het me laten uitleggen. Slaat het allemaal op mij? Op die samurai natuurlijk. Ontzettend lief. En dit is een Ema kimono. Met tekeningen van zondaars die allerlei gruwelijkheden ondergaan. Als ze in de boeddhistische hel terechtkomen. Waar heb ik het dan te danken? En hoe is het hier gegaan? Rustig. Geen nieuwe ontwikkelingen? Nee,
Eigenlijk niet gewone administratieve rompslomp. Wat een mooie cadeaus. Deze komt daar te staan. Ja, goedendag. Ik spreek met Mellema. Ik wil graag een vlucht boeken naar Parijs. Voor vandaag. Zo snel mogelijk als het kan. Ik kom nergens meer binnen. Scotland Yard heeft alles elektronisch afgesloten. Komt ze wel heel erg goed uit. Te goed. Overboord geslagen tijdens het vissen. Ja, dat staat er. Wat zegt Scotland Yard? Beleefde e-mail. We kunnen geen gevolg geven aan het Nederlands rechtshulpverzoek, aangezien het subject niet langer in leven is. En derhalve er weinig concreet resultaat van het verhoor te verwachten valt. Engelse humor, denk ik. Als dit zo doorgaat, valt er weinig concreets te verwachten van het hele onderzoek. Mijn naam is Heerenveen. Ja, u kunt daar wel even plaatsnemen, er komt er zo iemand bij u. Dag mevrouw. Heerenveen. Voor de pigmentvlek. Nee, voor een check-up. Ja, ik zie het. Maar waarom juist hier, bij ons? U woont in Amsterdam. Heb je het doorgelezen? Ja, heb ik. Mocht u nog vragen hebben, dan zal zuster van de Verf u helpen. Wij hopen u binnenkort te kunnen geruststellen. Prettig verblijf. Dank u. Kom er maar mee.